Goedemorgen. Het is vandaag maandag 11 februari. We zitten in de CVS ME-kliniek in Amsterdam. Ik heb een gesprek met Ruud Vermeulen. Ruud, misschien zou je aan onze kijkers willen voorstellen. Ja, ik ben Ruud Vermeulen en ik heb als taak in het CVS-centrum, Medisch Centrum Amsterdam, om mij bezig te houden met research. En daarnaast geef ik op grond van mijn jarenlange ervaring adviezen aan de arts hier in het centrum. ME is dus niet de enige ziekte met een inspanningstolerantie. Hoe onderscheidt u ME-patiënten van andere patiënten? Of wat heeft u daarvoor nodig om dat goed te kunnen doen? Als je praat over inspanningsintolerantie, dan is dat een, in principe een ervaring van mensen. Het probleem met ervaring van mensen is dat het niet objectief is. Dus als je als wetenschapper iets wil zeggen over inspanningsintolerantie, dan moet je dat vertalen naar een iets wat wetenschappelijk toetsbaar en meetbaar is. Daarmee moet je erop passen dat je een deel van de informatie kwijtraakt. De ervaring van het brein dat het niet gaat, is natuurlijk veel complexer dan het meten van een zuurstofopname. Toch moet je in de wetenschap dingen vertalen naar wat simpelere eenheden, zodat je de dingen kunt meten. Nou, dat doen wij door mensen te onderwerpen aan een fietstest, een inspanningsonderzoek, waarbij wij als maat voor de inspanningsintolerantie de zuurstofopname gebruiken. Die zuurstofopname die wij meten met de inspanningstest, dat doen we door de zuurstof wat uit de omgeving komt te vervolgen op zijn weg naar de spieren. We kunnen de activiteit van de spieren meten aan de weerstand die je kunt overbruggen. En we kunnen de hoeveelheid zuurstof meten aan datgene wat je inademt. Het probleem daarbij is dat daartussen een aantal zaken zitten waar we aannames voor hebben die we niet helemaal zeker weten. Dus wat wij doen nu is, we houden ons bezig met al die tussenstapjes van die het zuurstof maakt van de lucht, longen, hart, circulatie naar de spieren. Dat proberen we allemaal apart te meten, zodat we een betere informatie krijgen over de vraag waar het fout gaat. Als je dat hebt, dan kun je op grond daarvan mensen gaan onderscheiden. En dat is eigenlijk op dit moment de centrale onderwerp van onze studies. We hebben daar pas weer een artikel over gepubliceerd. Wij zijn hier in staat om niet alleen de zuurstofopname te meten, maar ook de hoeveelheid bloed die door het hart stroomt. Als je de zuurstofopname meet, dan kun je berekenen wat het hart gaat doen, wat het hart pompt. Maar je kunt het niet meten. Als je de hoeveelheid bloed meet die door het hart stroomt, dan ben je in staat om te berekenen wat de spiercellen opnemen. En dat laatste is datgene waar het met CVS-ME niet goed gaat. Dus wat wij dus nu kunnen doen, dat is mensen met longziekte, hartziekte, circulatieproblemen en mensen met verschillende vormen van spieraandoeningen waardoor ze niet kunnen functioneren als normaal, die kunnen wij uit elkaar houden. Dat is wat we met de inspanningsonderzoek doen. Daarnaast hebben wij nog een screening van de cognitie, van de attentie en de concentratie. En ook daarbij zien wij heel duidelijke verschillen tussen groepen. En zijn we in staat om allerlei mensen aan een diagnose te helpen die op een andere manier niet gevonden was. Dat is de fietstest. Op dit moment is er in de Verenigde Staten, met name ook hier bij ons, veel belangstelling voor een tweede fietstest. Omdat de eerste fietstest zo belastend zou zijn dat de tweede fietstest bij mensen met CVS-ME slechter wordt gedaan. Daar is literatuur over. Al in 2006 is daar het eerste literatuur over gekomen. Wij hebben daar ook over gepubliceerd. Je ziet dat bij gezonde mensen
een fietstest na 24 uur vaak beter gaat dan de eerste keer. Terwijl dat bij mensen met ME door de bank genomen slechter gaat. Dat is in ieder geval een grote groep waarbij het slechter gaat. We begrijpen nog niet helemaal waarom dat is. En op dit moment zijn we druk bezig om daar onderzoek naar te doen. We hebben een aantal dingen al kunnen uitsluiten, maar nog zeker niet alles. En onze laatste studie gaat ook over de vraag, waar zitten die verschillen en hoe komt dat dan? Mm-hmm. In San Francisco in maart gaan we praten over weer een nieuwe lood aan deze tak. We zijn in staat om met behulp van het meten van het melkzuur, voor die test en na de test, weer twee groepen te onderscheiden. De groepen die al vroeger ook zijn onderscheiden, dat zijn namelijk de mensen die acuut ziek zijn geworden, meestal na een live event. Dat zijn de echte ME-patiënten, zeg maar, want dat was eigenlijk altijd al een beetje het idee. Je hebt een griep en dan word je slechter. En die kunnen we nu onderscheiden van de mensen die geleidelijk ziek geworden zijn. Die groep heeft een andere behandeling, een ander probleem met het zuur wat ontstaat tijdens het fietsen. En ook ze hebben een andere oplossing om daar mee om te gaan. Die mensen kunnen dus nu onderscheiden en dat maakt ons weer mogelijk om weer twee groepen mensen uit elkaar te halen. En dus weer een differentiaal diagnose, dus met twee groepen weer te onderscheiden die ze presenteren met een beeld als een chronisch vermoeidheidssyndroom en ME-beeld. Jullie zijn de enige kliniek in Nederland die dat doen op dit moment? Wij zijn denk ik niet de enige kliniek die proberen met objectieve testen verder te komen. Want ik denk dat er elders ook wel eens een fietstest gebeurt. Dat weet ik niet, dat zou kunnen. Mm-hmm. Maar wat wij dus, wij hebben ons toegelegd op de verdere diagnostiek. Mm-hmm. In de zin van metingen van slagvolume, output van het hart, de hoeveelheid bloed die uit het hart stroomt per minuut. En dus het berekenen ook van de storingen die ontstaan bij ME op het gebied van de celademhaling. Aangezien daar het probleem zit, is het natuurlijk van groot belang om dat zo nauwkeurig mogelijk en zo dichtbij mogelijk te meten. Mm-hmm. En werken jullie ook samen met academische ziekenhuizen of andere ziekenhuizen of niet? Er is in academische ziekenhuizen opvallend weinig interesse in het objectief meten van afwijkingen bij mensen met een ME. In Nederland althans. In de Verenigde Staten is daar gelukkig aanzienlijk meer belangstelling voor. En de groep van Nathelson bijvoorbeeld heeft veel geld gekregen om in zijn universiteit daar onderzoek naar te doen. En ook elders in de Verenigde Staten is er in universiteiten belangstelling. Ze pas een onderzoek gepubliceerd over mensen met een golfoorlogssyndroom. Mm-hmm. Uit de Georgetown Universiteit. Die laten zien dat als je mensen met een golfoorlogssyndroom, met overeenkomstige beeld als van ME, als je die mensen een inspanningstest aandoet, dat je dan de twee groepen kunt gaan onderscheiden. Zij die gaan reageren met een toename van hun circulatieproblemen, die krijgen POTS of een toename van de POTS, en een groep die problemen krijgt met geheugen. En dat hebben ze zelfs kunnen onderbouwen met een functionele MRI. Op die manier, het indelen van patiënten op die manier is natuurlijk uniek en kan eigenlijk alleen maar in een academisch centrum gebeuren. Mm-hmm. Wij spelen daar natuurlijk direct op in. In de eerste plaats zal ik natuurlijk bij de volgende mogelijkheid die mensen gaan bezoeken. En in de tweede plaats bouwen wij meteen hun onderzoek in het onderzoek wat wij standaard doen met patiënten. Dus in die zin heeft het wel zin om in de toekomst eventueel ME-patiënten een zuurstoftherapie aan te bieden of iets in die zin? Interessant bij ME-patiënten is dat er niet gevraagd wordt om zuurstof. Dus het aanbod van zuurstof is genoeg. Je ziet ook, in de long komt het zuurstof in het bloed. Mm-hmm. In de spier gaat het zuurstof eruit.
In het bloed zitten ze voorraad zuurstof. Als de spieren er meer uithalen dan dat je erin stopt met je longen, dan zie je de zuurstof in je bloed dalen. Dat zie je bijvoorbeeld bij sporters. Die hebben zo'n gigantische spieren dat die longen dat gewoon niet kunnen bijbenen. Mm-hmm. En zo'n sprinter of zo iemand die de 5 kilometer schaatst, die zal op het eind van zijn rit zal hij een sterke daling ervaren van zijn zuurstofspanning in zijn bloed. Mm-hmm. Hij haalt alles eruit wat erin zit. En mm-hmm. daarna moet hij geweldig bijkomen om dat zuurstof weer op peil te krijgen. Dus mm-hmm. dat is meetbaar. Bij onze testen ook een heel enkele keer zie ik dat gebeuren. Maar dat zijn eigenlijk bij mensen die een probleem hebben met de overdracht van zuurstof van lucht naar bloed. Mm-hmm. En dat zie je bij NPE-patiënten niet. Mm-hmm. Ze hebben ruim voldoende zuurstof. Dat is het probleem niet. Alleen de spiercellen zijn op een of andere manier niet in staat om energie te maken. En als dat productieproces niet loopt, dan heb je de zuurstof ook niet nodig. Mm. Ook geen koolhydraten, ook geen vetzuren. Het is gewoon niet nodig. Nee. Wat zou je dan wel adviseren aan ME-patiënten qua behandeling? Kijk, wat wij hebben gevonden, en anderen ook, dat is dat er in het brein van ME-patiënten een probleem is. Waarschijnlijk in het brein, maar ook elders, is het immuunsysteem actief. Als het immuunsysteem actief is, dan zie je bij allerlei ziektes die dan wat meer geaccepteerd zijn misschien, zoals HIV en dat soort ziektes, zie je dat dat het lichaam wordt afgeregeld, op in bed liggen. En dat er de energieproductiesysteem in de spiercellen wordt op een soort winterslaapsysteem wordt gezet. Een soort ziektestand, zeg maar. En dan, wat je zou willen, dat is in de eerste plaats natuurlijk, in dat brein, of waar dan ook, dat immuunsysteem weer gaande te krijgen, te dempen, zeg maar. Sorry, het immuunsysteem te dempen. Waardoor je minder ziek bent, net zoals je paracetamol neemt bij griep. Je remt het immuunsysteem, dan zegt het brein, hé, we zijn minder ziek, dan mag je meer. En dan kunnen die spieren dus weer redelijk normaal gaan functioneren en andere delen van je lichaam ook. Maar het probleem met dat immuunsysteem is dat als je dat gaat remmen, dat je dan de volgende virusinfectie ook gevaarlijk wordt. Ja. En kankercellen en andere dingen. Dus een behandeling met immuunremmers, zoals men dat nu propageert, is naar ons idee onverstandig. We hebben zelf ooit een artikel gepubliceerd over een mildere immuunremmer. En daarbij zagen we duidelijk verbetering optreden. Maar je moet op je hoede zijn, want het immuunsysteem is niet voor niks. Het staat niet voor niks aan. En het is ook, je moet oppassen met het remmen. Nou, dan veronderstellen wij dat er een vorm van communicatie is tussen dat immuunsysteem en de productie van energie. Waarbij dat productie van energie naar beneden wordt afgeregeld. Je ligt in bed, waarom zou je het doen? Wees zuinig met je energie. Dat communicatiesysteem kennen we nog niet. We kunnen daar dus nog niet beïnvloeden. Bovendien weet ik niet zeker of dat verstandig is. Wat dan overblijft, dat is dat je in de spier zelf of in de andere cellen zelf probeert om, terwijl het naar beneden is afgeregeld, toch nog iets te doen aan optimalisatie van de energieproductie. Daar gebruiken wij carnitine voor. In hoge doses. Dus het is niet zo dat je met die carnitine het normaal fysiologisch proces wat beter laat lopen omdat je het transport van stofjes over een membraantje verbetert. We denken dat de megadosis carnitine die nodig zijn bij deze zieke mensen meer een soort brandstof is of een buffersysteem wat je activeert waardoor mensen beter kunnen functioneren. En dan zie je uit ons onderzoek wat we gepubliceerd zie je uit ons onderzoek, wat dan jaren geleden is gepubliceerd, mm-hmm. alweer, zie je dat het ongeveer 50% van de mensen verbetert. Maar die verbetering is natuurlijk maar heel beperkt, omdat je ze gewoon net zo ziek laat zijn, omdat je dat immuunsysteem niks aan het immuunsysteem kunt doen. Ja. Dus die mensen blijven net zo ziek. Ja. Alleen je zorgt ervoor dat ze minder last van hebben. Okay. Minder last in de zin van minder spierverzuring, ja. Of minder. Ja, meer spierverzuring en niet minder infecties. Nee, dat moet je zo laten. Daar moet je afblijven, want dat staat aan en er is een reden voor en we weten niet welke. Nee. Er zijn wel ideeën over waarom het aanstaat.
daar zijn publicaties over en wel interessante literatuur. Als je een infectie krijgt, dan wordt het afweersysteem actief, dat is normaal. Mm-hmm. En de vraag is waarom, als die infectie dan officieel weg is, dat systeem nog steeds zo actief blijft. Ja. Ja. Nou, daar zijn drie mogelijke verklaringen voor. Het eerste is dat het virus nog aanwezig is. Mm-hmm. En dat je dus een soort chronische balans krijgt tussen jou en het virus. Mm-hmm. Waarbij je dus gewoon nog een beetje ziek blijft. De tweede mogelijkheid is dat het immuunsysteem geactiveerd is, maar in een soort stabiele actieve toestand is gekomen. Mm-hmm. Daar zijn ook aanwijzingen voor. In het eerste geval zou je het virus alsnog willen bestrijden, mm-hmm. maar dat is ook niet ongevaarlijk. In het tweede geval zou je dat immuunsysteem een schop willen geven, zodat hij weer over de heuvel heen in een stabiele, gezonde toestand terechtkomt. Mm-hmm. Maar daarvoor zou je in moeten grijpen bij de bijnier op een nogal rigoureuze manier. Mm-hmm. Dat is in een computermodel ooit berekend. En ik heb nog niemand gezien die dat aandurft. Okay. En de derde mogelijkheid, die ook nog kan, is dat je immuunsysteem aanvankelijk gericht was tegen eiwit van het virus, maar dat een overstapje heeft gemaakt naar je eigen eiwit. Dus dat is je vergist. En dan krijg je een auto-immuun probleem. Dat is de derde mogelijkheid. Daar zijn ook aanwijzingen voor. Waarschijnlijk is alle drie mogelijk. En zal het per persoon verschillen. Dus dan kan je zeggen dat je drie soorten ME-patiënten hebt qua afwijkingen in immuunsysteem. Dat zou kunnen. Voor alle drie zijn aanwijzingen gevonden. Dus het zou kunnen zijn dat het in alle drie kan. Ja. Of dat het door elkaar loopt. Joost mag het weten. Okay. Allemaal kan. Dan hebben we het over virusinfecties. Ja. Bij burn-out, ja, dat is niet zo vreselijk verschillend. Als je, er zijn veel proefdier-experimenten gedaan, ik pak een beetje een jaar of 10 geleden of zo, mm-hmm. in Japan. Mm-hmm. Als je een ratje stress geeft, mm-hmm. je zet hem in het water en je doet er herrie bovenop, dan krijgt een ratje een burn-out. Mm-hmm. En dan zie je beschadigingen optreden in het brein, want dat mag je bij een ratje onderzoeken. Mm-hmm. Je ziet echt schade optreden in de hippocampus, dat is een soort chip, een processor in het brein. En je ziet schade optreden prefrontaal, aan de voorkant. Die schade moet worden gerepareerd. Ja. Er is dus een, als reactie op die echte schade, beschadiging, ontstaat een ontsteking. Mm-hmm. Een reparatie. En tijdens die reparatie, tijdens die ontsteking, zijn die mensen vaak ook doodziek. Mm-hmm. Je ziet bij mensen met burn-out dat ze soms maanden ziek in bed liggen. En de vraag is of na die reparatie alles weer terugkomt waar die was. In de eerste plaats kan het zijn dat ook dan het immuunsysteem, want dat moet dan reparatie doen, in een toestand komt waar je niet meer terug kan. En in feite kom je een beetje op hetzelfde probleem uit als bij mensen met ME na een virusinfectie. Behalve dan dat die toestand, dat die balans tussen virus en immuunsysteem natuurlijk niet bestaat bij deze mensen. Mm-hmm. Hè, maar er kan dus ook een dergelijk beeld op ontstaan. Okay. Dus zo verschillend is het misschien helemaal niet eens. Dat klinkt op zich heel interessant. Ja. Als je zegt dat golfoorlogssyndroom op ME zou kunnen lijken en burn-out op ME zou kunnen lijken. Ja, althans in de processen. Kijk, het lichaam heeft maar een beperkt aantal modules beschikbaar, mm-hmm. als reactie. Ja. En de module ontsteking wordt ingezet bij iedere vorm van beschadiging. Mm-hmm. En dan zijn er wel varianten in hoe je dat dan doet, maar in principe wordt dat allemaal aangezet. Ja. En in principe kan het allemaal op dezelfde manier fout gaan. En is ook bekend bij ME welke virussen daar verantwoordelijk voor zijn, voor die schade? Het lijken vooral virussen te zijn die... Nee, eigenlijk niet, moet ik zeggen. Er is een Australisch onderzoek geweest, waarbij men een groep jonge mannen heeft vervolgd. En een deel kreeg dan Pfizer, en een ander kreeg Ross River virus en andere gevaarlijke dingen die allemaal in Australië kunt oplopen. En toen men dat na een tijdje bleef vervolgen, was niet het virus de verklaring voor het ontstaan van ME, maar de ernst van de reactie. Dus hoe hoger de koorts, hoe zieker je was, hoe meer kans op ME. Dus aan de ene kant is het aard van het virus van belang, maar aan de andere kant ook de ernst van de reactie. Dat is niet zo verbazingwekkend natuurlijk.
je moet je voorstellen dat ME is natuurlijk ook niet een ziekte die hij is er of hij is er niet. Mm-hmm. Het is geen tuberculose. Nee. Die heb je of je hebt hem niet. Nee. Maar bij ME zie je mensen die na een vijver niet meer een nachtje kunnen doorzakken. En andere mensen, aan de andere kant, zie je mensen die de hele dag in bed moeten liggen en geen licht kunnen verdragen. Mm-hmm. Het is een soort glijdende schaal. En er zijn daarom afspraken gemaakt, wanneer je nou spreekt van CVS of een ME, dan moet je het zo erg hebben. Mm-hmm. Dus volgens Fukuda moet je bijvoorbeeld, zeggen wij dan, gehalveerd zijn in je mogelijkheden. Dus als je eerst een sporter was en je bent dan de gemiddelde huisvrouw, dan heb je ME. Was je een gemiddelde huisvrouw en heb je ME, nou, dan moet je dus al heel slecht zijn. Mm-hmm. Dus het gaat om, niet om wat je bent op dat moment, maar om de vermindering mm-hmm. van je conditie en je problemen en je klachten. Dus dat maakt het lastig om, om echt op diagnostiek te bedrijven. Ja. Ja, dat snap ik. En speelt ook bijvoorbeeld erfelijkheid een bepaalde rol? Bepaalde genetische afwijkingen mogelijk bij ME-patiënten? Er is in het verleden nogal wat onderzoek gedaan aan tweelingen. Mm-hmm. En je zou verwachten bij een eeneiige tweeling dat als de een het heeft, dat de ander het vaker zal hebben. Mm-hmm. En bij tweeëiige tweeling minder. En dat is er eigenlijk nooit zo erg uitgekomen. Hm. Dus er zijn aan de ene kant zijn er aanwijzingen dat er wel wat is. En misschien dat het ene immuunsysteem wat makkelijker geneigd is om dit soort problemen te veroorzaken dan een ander. Ja. Maar een keihard bewijs voor een immunologische oorzaak is er niet. Dat zie je bijvoorbeeld wel bij fibromyalgie. Hm. Als jij fibromyalgie hebt, dan is de kans dat je moeder het had 40%. Hm. Dus dat is een hele andere aandoening. Maar voor ME is dat nog op dit moment moeilijk te zeggen. Ik denk niet dat we dat, gezien de grote schaal van het onderzoek naar eeneiige, tweeëiige tweelingen, dat je eigenlijk wel kunt zeggen dat dat onwaarschijnlijk is. Ja, ja. En dat carnitineonderzoek wat jullie doen, dat doen jullie nu een aantal jaren. Daar reageren een aantal patiënten dus goed op. Ja. Is dat een carnitine van een bepaalde kwaliteit, een bepaald merk? Daar zijn er soorten in, of kun je daar iets over vertellen? Nee, carnitine is een heel eenvoudig stofje. En dat kun je overal kopen. Okay. Natuurlijk zijn er kwaliteiten in alle stofjes die je kopen kunt. Mm-hmm. En wij gebruiken dan een farmaceutische kwaliteit. Mm. Dat heeft voordelen omdat je weet wat je geeft. Yeah. En omdat je weet wat er eventueel aan hulpstoffen bij zit. Yeah. Het geeft enige zekerheid dat als iemand zegt het smaakt raar, dat dan de hele voorraad in Nederland wordt teruggenomen. Zo gaat dat nou eenmaal met geneesmiddelen. Mm-hmm. Omdat de farmaceutische kwaliteit is, weet je ook wat je geeft. Ja. En denk je dat er in de toekomst de mogelijkheid is om naast de carnitine misschien ook met antivirale middelen of immunoregulatoren te gaan werken als andere mogelijkheden in de geneesmiddelen? Keuze voor ME? Antivirale middelen zijn wat mij betreft nog voorlopig niet aan de orde. Mm-hmm. De echte antivirale middelen. Mm-hmm. Ik heb erover contact gehad met een viroloog die nou in het Erasmus werkt, Erasmus Universiteit, en die heeft het me dringend afgeraden. Antivirale middelen zijn namelijk behoorlijk agressief en toxisch. Mm. Als je een HIV hebt, dan zal men een antivirale behandeling pas inzetten op het moment dat het echt dringend niet anders meer kan. Mm-hmm. Als je een cytomegalie-infectie hebt, dan zal men dat niet behandelen, hoewel dat best kan. Men zal het niet behandelen behalve bij mensen waarbij het mogelijk dodelijk is. Mm. Andere mensen zal men dat zeker niet doen, omdat de virologen zeggen, we genezen opvallend weinig mensen, maar we beschadigen wel veel. En daarom is het voor een ziekte als ME in het algemeen gesproken zeker niet verstandig om dat te doen. Wat men wel doet, met name in de Verenigde Staten, dat is bij aangetoonde grote activiteit van sommige virussen, de herpesachtige virussen met name, om het dan wel te doen. Maar dan behandel je in feite gewoon die virusinfectie en niet zozeer die ME. Dus de ME als diagnose is geen goede ingang om een dergelijke behandeling op te zetten. Wel duidelijk actieve virussen waarbij je zegt, ze zijn zo actief, dat kan niet anders dan de gezondheid beïnvloeden.
Dus op dit moment is carnitine voor ME-patiënten in Nederland eigenlijk het enige middel. Er zijn wel meer middelen, maar het vervelende is dat daarvan nooit aangetoond is dat het wat doet. Hm. Dus vitamine B wordt wel gegeven, B12. Maar er is geen onderzoek waar aantoont dat het wat doet. Nee. En omdat wij toch, ja, wij zijn van huis uit wetenschappers, mm-hmm, die ons bezighouden met patiëntenzorg, mm-hmm, vind ik dat wij vanuit onze positie nooit iets moeten geven waar niet in ieder geval een schijn van bewijs van is. Nee. Ja. Wat B12 betreft heb ik wel overleg gehad met de Amerikaanse collega's, mm-hmm, die dat veel geven. En de ervaring leert, maar dan meer dan dat ook niet, dat mensen sneller gaan denken. Wat je bij ME veel ziet, dat is dan vertraging in het denken optreedt. Wij denken dat komt omdat de energieproductiesysteem ook in de breincellen niet zo goed doet. Net zoals in de spiercellen, als je ze maar belast. Maar B12 lijkt wel invloed te hebben op het snelheid van denken. En je bedoelt, als patiënten met B12 sneller gaan denken, heb je dus over klachten als brain fog, zoals dat omschreven wordt? Ja. Okay. Dat zie je met B12, zie je dat verminderen, en je ziet het ook met carnitine verminderen. En B12 in vloeibare vorm of in pilvorm, of maakt dat niet uit, of een bepaalde dosering? Daar wordt niet over gesproken. Okay. Dus dat zou algemeen voor ME-patiënten nuttig kunnen zijn? Tenminste, de ME-patiënten die neurologische klachten hebben. We hebben niet meer dan de verhalen die we elkaar vertellen. Ja. Maar dat is op zich ook niet erg. Ik bedoel, als ik het ME had, dan had ik kippenstront. Dus noods. Weet je, dat is natuurlijk normaal. En mensen doen alles als ze met de rug tegen de muur staan. En ik kan me voorstellen dat mensen alles gaan gebruiken. Ik vind alleen dat ik als wetenschapper me voorzichtig moet opstellen en niet moet zeggen, zou ik doen. Want dan denken mensen, oh, de wetenschapper heeft erover nagedacht, het zal wel wat zijn. Dat is mijn verantwoording om dan te zeggen, ik weet het niet. Nee, precies. Dat is op zich wel veel eerlijker als je zegt dat je het niet weet, ja, dan dingen te beweren wat tegenbeweerd wordt. Ja. Ja. En met carnitine geldt hetzelfde een beetje, want de grote onderzoeken ontbreken nog steeds. Er zijn een heleboel kleine onderzoeken die allemaal hetzelfde laten zien. En dat kun je dan samen optellen, maar dan heb je nog nooit het grote onderzoek gedaan. Nee. Waarin je definitief aantoont dat het wel of niks wat doet. En hoe verklaar je dat in Europa misschien te weinig onderzoek gedaan wordt naar ME, terwijl toch de patiëntengroep groter wordt? Dat zijn keuzes. Vergeet niet dat er is een soort rangorde in ziektes. Kanker staat bovenaan. Mm-hmm. Daar gaat heel veel geld naartoe. Ja. Dan heb je nog AIDS. Mm-hmm. Dus zeg maar de infectieziekte in het algemeen. En dan komen andere zaken die men ook eng vindt. Zoals depressies en schizofrenie en psychoses en dat soort zaken. Mm-hmm. Daar wordt iedereen zenuwachtig van. En als je tegen je huisdokter zegt, dokter, ik denk dat ik maar ophoud met leven. Dan zit hij meteen rechtop in zijn stoel. Mm-hmm. Net zoals dat je vertelt dat je kanker hebt of vermoed of iets dergelijks. Mm-hmm. In dat geval is iedereen alert. Ook ja, de politiek, iedereen. Mm-hmm. Als je zegt, ik ben moe, dan is de standaardreactie, ben ik ook wel eens. Ja. Met andere woorden, het is een aandoening waar men gewoon niet in geïnteresseerd is. Die men niet begrijpt. En die ergens helemaal onderaan de ladder staat. Alleen het verschil met onze vermoeidheid en uitputting is dat het vaak dermate zo erg is dat wij daardoor niet meer functioneren. En dat ook meer geld kost aan uitval op de arbeidsmarkt dan dat er geïnvesteerd zou kunnen worden in wetenschappelijk onderzoek. Je verhaal klinkt goed, maar dat klopt enigszins niet aan. De moeheid is namelijk niet je probleem. Okay. Moeheid is net zoals dorst en honger een signaal van het brein. En dat brein dat zegt, hey dimme, want je gaat te hard. En dat is je probleem. Dus de moeheid is mooi. Het enige goede aan ME is de moeheid. Mm-hmm. Want die waarschuwt je dat je dreigt te hard terecht te gaan. Maar moeheid is alleen een heel lastige waarschuwing. Omdat dat drieletterige woord, dat M-woord, dat wordt gebruikt voor hele verschillende dingen. Dus als ik vanmiddag ga hardlopen, dan word ik moe. Dan zeg ik ook, ik ben moe. Maar mijn brein die zegt dan tegen mij, hey dimme,
want je melkzuur wordt te hoog. Of mijn koolhydraten raken uitgeput. En wat ik dan wil, dat is even stoppen, desnoods even zitten. Mensen met ME willen helemaal niet stoppen en even zitten, die willen naar bed. Die hebben een drang om in hun bed te kruipen. Dat is een heel ander signaal. Daar gebruiken ze ook wel dat drieletterige woord voor. Maar wat ze bedoelen iets heel anders. Dus er staat als het ware een andere pijl bij. Mijn pijl wijst naar de stoel. Bij mijn moeheid en bij ME wijst de pijl naar het bed. Je hebt ook een dergelijk probleem bij depressies. Mm-hmm. Mensen met depressies die willen zich ook moe. Maar die willen ook naar bed, maar met het hoofd onder de dekens. Dus dat is weer een ander signaal. Beter gezegd, het is een andere factor. Er zit een andere pijl bij die in een andere richting wijst. Mm-hmm. En wat men nou verwart, als jij het woord moeheid gebruikt, dat is dat de dokter denkt dat je bedoelt zijn inspanningsmoeheid. Mm-hmm. Maar dat bedoel je niet. Je bedoelt iets heel anders. Mm-hmm. En misschien zou je dan het woord ziek moeten gebruiken. Maar ja, dat mag dan niet. Want ze hebben vastgesteld dat je niet ziek bent. Met helaas niet goede testen. Zo moe dat je ziek bent? Nee, die moeheid, je bent niet moe. Je bent niet moe, je bent ziek. Mm-hmm. En als je ziek bent, dan wil je naar bed. Ja. Ik heb eens een enquête gehouden onder mijn patiënten. En ik heb gevraagd, wat wil je nou eigenlijk? Als je dat gevoel hebt. En ik heb het gevraagd aan de begeleiders. En dan zie je dat ze allebei verschillend willen. Hm. Dus ervaren dat signaal is gewoon een ander signaal. Mm-hmm. Net zoals honger en dorst. Als jij honger hebt en je zegt ik heb dorst, dan kom je met water aan. Ja. Maar dat bedoelde je niet. Nee. Je alleen gebruikt het verkeerde woord. Nou, dat is wat bij ME gebeurt. Wat zou er in de toekomst moeten gebeuren om een verandering te krijgen voor ME-patiënten? Het enige wat we kunnen doen, dat is aan de medische wetenschap laten zien, aan de artsen laten zien, wat er wel aan de hand is. En dat zou dan heel concreet moeten. Dus we moeten gewoon in hun eigen taal gaan uitleggen wat er bij deze mensen aan de hand is. Mm-hmm. En ik moet zeggen dat dat tot nog toe erg lastig is, want als je ME als ingang neemt, dan kom je in een groep terecht, beschrijf je een groep mensen, maar die groep mensen hebben allemaal verschillende kwalen. En de geneeskunde die komt eigenlijk niet uit de, is niet gebaseerd op klachten, maar gebaseerd op afwijkend gedrag van organen. Mm-hmm. En dus heb je geen aansluiting. Dus de enige manier om ingang te krijgen bij artsen is als we niet vanuit de klachtenredenering praten, maar vanuit welk orgaan er gestoord is. En dan begrijpen ze je. Dus je moet de talen Canaans gaan spreken. Mm. Net zoals als de bedrijfsarts bij ons de taal van het UWV moet spreken. Ja. Want anders heb je geen contact, de talen Canaans. Ja. Ja? Zo moeten wij de ME gaan vertalen in orgaanafwijkingen. En dan gaan we elkaar snappen. Aha. En dan zit je in de bijnierafwijking te denken? Nee. Dan zit je aan de immunologie te denken. Okay. We hebben ooit eens een aantal patiënten mogen laten onderzoeken in de Erasmus Universiteit. Mm-hmm. En zij waren in staat om aan de hand van hun meting te laten zien wat voor storing er bestaat in het immuunsysteem. Mm-hmm. En ook op andere plaatsen heeft men in staat om het meten van, heel subtiel meten binnen het immuunsysteem, afwijkingen aan te tonen. Als je nou kijkt naar dat recente studie bij die uit Washington, waarin dat bij golfoorlogpatiënten wordt gedaan. Mm-hmm. En je ziet op de functionele MRI gewoon afwijkingen ontstaan op het moment dat je de mensen laat inspannen, en daarvoor vaak ook al. Mm-hmm. Dan kun je gewoon aan het orgaan brein al laten zien aan mensen dat daar gewoon iets fout is. Anders is, mag ik zeggen. Fout is dat heel gevaarlijk. Maar anders is dan bij gezonden. En die bijnier, ja, die is ook maar een slachtoffer van de omstandigheden. Het is niet de bijnier die het probleem is, waarschijnlijk. Maar het is gewoon een uitgeputte bijnier. We hebben nooit gevonden dat die bijnier echt zelf de oorzaak van het probleem is. Hij is gewoon een onderdeel van het ziek zijn. Chronische ziekte leidt tot een probleem bij de bijnier. Okay.
De Wereldgezondheidsorganisatie heeft ME erkend als neuro-immunologische stoornis. Ja. En in het buitenland zijn bepaalde testen gedaan dat bij sommige ME-patiënten ook de grijze hersenstof verminderd is. Kan je daar iets over vertellen? Weet je daar iets van? Ja, er is een onderzoek uit Japan geweest, waarbij men heel nauwkeurig heeft kunnen aangeven welk deel van de grijze stof verminderde. Mm-hmm. En ook in Nijmegen heeft men dergelijk onderzoek gedaan, weliswaar met een wat minder sophisticated methode, maar ook daar werd het aangetoond. Mm-hmm. Dus het is een beetje ondergestoft. Nijmegen zei dat hun zegenende therapie, de cognitieve gedragstherapie, in staat is om dat op te lossen. Yeah. Weet ik niet. Dat blijft dus een probleem waarbij de vraag alleen, wat is er aan de hand? We weten dat nog niet helemaal zeker. Er is onderzoek naar het melkzuur in het hersenvocht. Mm-hmm. En je ziet bij mensen met ME een 3 maal zo hoog melkzuur in het hersenvocht. Dat betekent dat daar in de stofwisseling iets fout gaat. Mm-hmm. Of een aanpassing is in ieder geval van de stofwisseling. En de vraag is of de voeding van de grijze cellen wel zo optimaal is. En als dat niet optimaal is, dan zie je ze ook minder worden. Maar dat zijn veronderstellingen. We vinden dus in het brein een groot aantal afwijkingen. Hm. Dat immuunsysteem wat wij in Rotterdam hebben mogen laten meten, dat gaat ook over het immuunsysteem van het brein voornamelijk. We hebben een cel onderzocht die een deel van zijn tijd in het bloed zit en een deel van zijn tijd in het brein. En die laat zien dat die in een omgeving is geweest waar het immuunsysteem anders is afgesteld dan bij gezonden. Daar konden we zelfs onderscheid maken, maar dat is allemaal nog preliminair. Onderscheid maken tussen mensen na virusinfecties en na burn-out. Daar zou misschien ook wel een toekomst in kunnen zitten. Ja, zeker. In meer hersenonderzoek bij ME-patiënten. Nou ja, als wij in Nederland mogelijkheden hebben die eigenlijk voor iets anders worden ingezet, en het heeft een raakvlak met ons vak, dan kunnen we kijken of we die methode kunnen inzetten voor deze patiënten. Het is op dit moment niet mogelijk, dat vroeg je net, om een academisch onderzoek te starten met functionele MRI's en al dat soort zaken voor mensen met ME. Maar als er een dergelijk onderzoek plaatsvindt in een blendend vak, zou ik maar zeggen, dan kunnen we altijd vragen of wij daar mensen mogen laten onderzoeken. Hm. En daar zijn we nu weer druk mee bezig, kan ik je vertellen. Ja? Ja. Is dat in een bepaalde tijdsperiode? Of? We vragen weer toegang. Het klinkt als een ingewikkeld proces. Nou ja, we zijn natuurlijk een doorstand op de start aan het maken. Mm-hmm. En we hebben weer contact opgenomen met mensen waarmee we vroeger hebben samengewerkt. Ja. En we gaan kijken of daar mogelijkheden zijn. Okay. Bovendien heb ik in de Verenigde Staten heel veel goede contacten. Mm-hmm. En we gaan kijken of we in maart met die mensen kunnen praten over samenwerking. Mm-hmm. Zij hebben natuurlijk patiënten nodig. Ja. En wij hebben hun expertise nodig. Ja. En heb je ook samenwerking in andere landen in Europa zelf, naast Amerika? Of? We hebben vrij lang samengewerkt met Glasgow, maar dat groep in Glasgow is een beetje uit elkaar gevallen. Mm-hmm. Dus daar is op dit moment weinig contact mee. Oké. En daarnaast zijn in andere landen in Europa geen samenwerkingsverband met jullie als kliniek hier in Amsterdam? Er gebeurt niet zoveel, vrees ik. Nee. En aan research in Europa. Het research die plaatsvindt is eigenlijk Japan. Maar dan is voornamelijk burn-out, omdat daar burn-out een geweldig probleem is. Ja. En in de Verenigde Staten is vrij veel geld beschikbaar voor onderzoek naar meer de virale andere oorzaken. Mm-hmm. Nathelson bijvoorbeeld heeft veel geld gekregen voor een alomvattend onderzoek. Mm. En dat is een goede vriend van me. Okay. Dus wat dat betreft, ik ga in maart weer met hem praten om te kijken wat we samen gaan doen. Sowieso is in maart natuurlijk op dat congres, ik hou een verhaal. Maar dat is natuurlijk niet zo vreselijk lang over onze onderzoeken. Maar wat je in feite doet, is in de wandelgangen met elkaar afstemmen wat we allemaal met elkaar aan het doen zijn. Ja. En samenwerkingsverbanden spelen. Ja. Dat ga ik in maart weer doen. Hartstikke goed. Lijkt me heel nuttig. Ja. Ja. Laatste vraag. Zijn er nog zelf dingen die je over de ziekte ME zou willen vertellen? Wat zou de hoop zijn voor de toekomst voor ME-patiënten? Wat ik
belangrijk vind in eerste instantie, dat is dat we in staat worden gesteld om precies daar te meten waar het probleem zit. Mm-hmm. Dus aan de ene kant moeten we ons richten op het immuunsysteem. Met de vraag van wat is er nou met deze patiënt precies aan de hand met dat immuunsysteem? Mm-hmm. Is het mogelijk om per individu te bepalen wat daar nu actief is en waarom het actief is? En is het mogelijk om met deze patiënt daarop in te grijpen? Mm-hmm. En dat, ik heb het niet over groepen, maar over mensen, individuen. Mm-hmm. Dat in de eerste plaats. In de tweede plaats werkt dat op verschillende manieren uit in het lichaam. Mm-hmm. En in een aantal gevallen zul je niet kunnen ingrijpen in het centrale systeem, maar moet je gaan zoeken naar mogelijkheden om in de periferie, zeg maar aan de spieren, het brein, cellen, de energieproductie en dat soort zaken, de bijnier, om daar invloed uit te oefenen. En dat zal ook per individu weer gaan verschillen. Mm-hmm. Daarvoor moeten we in eerste instantie al die verschillende ziektes die erop lijken zien te onderscheiden. Mm. En daarvoor moet je nog steeds nauwkeuriger gaan meten op de plaats waar het probleem zelf is. Ja. Dus in de spiercellen, mensen met een aandoening van het mitochondrium zijn niet in staat om energie te maken, maar dat hebben een heel andere ziekte dan de mensen met ME. Hm. En nu zijn wij in staat om die te onderscheiden. Nou, dat is alweer een stapje. Okay. En zo zullen we steeds verder moeten gaan met het onderscheiden van mensen, zodat we per individu uiteindelijk de balans kunnen bepalen. Dus wat is er centraal aan de hand, wat is er, hoe werkt het uit? En welk medicijn daar, zou daarop passen? Mm-hmm. Nou, dat is waar we nu naartoe moeten. Ja. Maar ik kan me voorstellen dat dat natuurlijk, als je het over Nederland hebt, dat het veel geld kost aan onderzoek. En er is nu weinig geld daarvoor op dit moment in Nederland. Je hebt niet zoveel onderzoek nodig. Zoveel geld nodig. Je hebt wel onderzoek nodig, geen geld. Je hoeft het allemaal niet kostbaar te maken. Onze metingen zijn wij zijn een wetenschappelijke instelling. Mm-hmm. En we zijn voor een groot deel self-supporting. Mm-hmm. En we kunnen dus mensen veel bieden zonder dat ze daar allemaal geld voor hoeven neer te leggen. Of we hoeven ook niet aan onze hand op te houden bij de overheid. Dat, mm-hmm. dat kunnen we allemaal voor een groot deel zelf doen. Ja. En dus zijn wij in staat om niet de grote onderzoeken, maar bescheiden onderzoeken steeds weer een stukje nadenken. Het is, wetenschap is toch voor een groot deel eerst nadenken. Ja. En dan toetsen. En dat hoeft niet in grote aantallen, maar dat kan in bescheiden vormen. En als je zelf niet al te veel geld wil hebben, dan denk ik dat we in Nederland heel veel kunnen doen. Ja. En als we het uitbesteden aan landen waar het wel kan, zoals in de Verenigde Staten. Ja, ja, ja. En hoe kunnen ME-patiënten hier terecht? Is er een mogelijkheid dat de consulten worden vergoed, bijvoorbeeld? Wat wij doen, wordt voor een groot deel betaald uit eigen geld. Oké. Okay. Dus de bijdrage die mensen geven aan ons centrum voor het werk wat wij doen, is in feite maar een fractie van wat het kost. Okay. Die bijdrage wordt niet vergoed voor een groot deel. Mm-hmm. Dus als je een compleet onderzoek hier zou willen hebben, dan kost het je duizenden euro's. Mm-hmm. Maar we vragen maar een fractie daarvan. Ja. Maar dat stuk wordt dan niet vergoed. Dus jullie zijn nog op zoek naar sponsoren? Niet eens. We hebben dat allemaal geregeld. Natuurlijk, we gaan nu wel wat doen aan sponsoren en aan mogelijkheden om meer geld te krijgen voor onderzoek. Ja. En dat voor speciaal gerichte projecten zou ik dat ook graag willen hebben. Mm-hmm. Maar voor de rest zijn we gelukkig self-supporting. En je klopt niet aan bij de overheid voor een instellingssubsidie of? Als je dat doet, dan ben je gedwongen om je te richten naar datgene wat de overheid voorschrijft als of beschouwt als de oorzaak en het gevolg. Ja. En de behandeling. Ja. En dat zou betekenen dat we hier cognitieve gedragstherapie moeten gaan doen. Ja. Hoe sta je daar tegenover? Tegenover de cognitieve gedragstherapie die vaak als het middel wordt gepresenteerd in Nederland? Cognitieve gedragstherapie is een buitengewoon nuttige psychotherapie. Mm-hmm. Maar psychotherapie gaat over de beleving van ziektes. Mm-hmm. Het gaat niet over een ziekte zelf. Als je een handicap hebt en je hebt een probleem met het accepteren daarvan, dus je mist een been, mm-hmm. en je vindt dat je met één been een minder mens bent, mm-hmm. Dat je niet optimaal kunt leven omdat je dat ene been mist,
dan is cognitieve gedragstherapie een manier om daarmee te leren omgaan. Dus bij alle chronische ziekten die hun ziekte niet kunnen accepteren, mm-hmm. En ook dus niet maximaal uit hun leven kunnen halen, is cognitieve gedragstherapie nuttig. Het geneest alleen je ziekte niet. Je been groeit er niet aan. Het is ook geen prothese voor je been. Het is een manier van omgaan met je handicap. Mm-hmm. De fout die men ooit gemaakt heeft bij ME is dat we nog niet wisten wat de oorzaak was. Mm-hmm. En toen heeft men gewoon gezegd, er is geen oorzaak. Juist. En er is alleen maar een gedrag. Nou, dat is een denkfout. En we hebben inmiddels al vele malen aangetoond dat het onjuist is. Maar het is wel een handige oplossing om je therapie kwijt te kunnen. Juist. Dus ik vind voor een deel van onze patiënten het nuttig om cognitieve gedragstherapie te doen. Omdat ze daarmee leren te leven met de handicap waar ik ook niet zo gauw een oplossing voor heb. Mm-hmm. Maar aan de andere kant denk ik dat we tegen elkaar moeten zeggen, het is niet de genezing. Je ziet ook dat de cognitieve gedragstherapie in hun onderzoeken de groep een beetje aanpast. Boterzachte methode gebruikt om te kijken of het beter gaat. Mm-hmm. En met die manier komen ze een heel eind. Maar uiteindelijk, als je de harde technieken loslaat, op zowel de inclusie als op de meting van het resultaat, mm-hmm. dan vraag ik me af wat er veel van overblijft. Ja. En het wordt vaak als dwangmiddel ingezet, CGT. Jawel, maar dat is niet zo raar. Kijk, als aspirine de behandeling was, dan zou aspirine worden opgedrongen. En Nijmegen was met zijn verhaal natuurlijk behoorlijk dominant. Mm-hmm. En die hebben dat weten te introduceren op deze manier. En omdat het nog steeds moeilijk is om die groep goed uit elkaar te houden, goed te beschrijven wat er aan de hand is, en we nog steeds zitten met klachten in plaats van met stoornissen in organen, mm-hmm. Zijn zij in staat om dat nog een tijdje vol te houden. Ja, precies. Vroeger moest je, als je de pest had, moest je op je rug slaan. Dat was een straf van het lieve Heer. En zo hebben we nou de psychotherapie. Ja, voor precies, dit. Precies. Dat houdt op een gegeven moment op, weet je. Maagsfeer is ook een tijdje behandeld met psychotherapie. Ja. Totdat men de bacterie vond en toen was het ook klaar. Nou, ja. Dat is waar we nu op zitten te wachten met ME. En dan zoeken ze weer het volgende probleem. Ja. Zijn er nog andere dingen die je wil vertellen over de kliniek of over ME? Of? Nee, ik denk dat we nu hier goed bezig zijn met twee artsen die mijn taken aan het overnemen zijn. Mm-hmm. En ik kan mijn informatie aan ze overdragen. Ze vinden zelf nieuwe dingen. Mm-hmm. Dus de kliniek die gaat verder en ontwikkelt zich in positieve zin. Heel prettig, heel mooi. Fijn om mee te maken. Leuk, leuk. Kan je nog één keer noemen hoe mensen jullie kunnen vinden als kliniek? We zijn druk bezig om onze naamsbekendheid wat te vergroten. We hebben onze naam een beetje aangepast aan de artsen die er nu zitten. En we heten nu ME-CVS Medisch Centrum, mm-hmm. Amsterdam, MC. Ja. Om aan te geven dat wij een hele duidelijke insteek hebben in het probleem. Mensen kunnen ons gewoon vinden door op de website te kijken, mm-hmm. bellen. We hebben nauwelijks een wachtlijst. Als er meer mensen komen, werken we gewoon een stapje harder. Mm-hmm. En met kwestie van ons even vinden. Hartstikke goed. Nou, ik denk dat dit een goed interview is geweest. En ik wil je bedanken voor je inzet. Dank je voor het bezoek. Dank je wel.